Hallo, ik ben Dirk van Meijervennen en we gaan het hebben over een bijzonder experiment met betrekking tot magnetisme en elektriciteit dat uitgevoerd werd door de wereldvermaarde professor Walter Lugin. Een experiment waar tot op de dag van vandaag een waas van geheimzinnigheid en mysterie rondhangt en dat ondertussen tot element van discussie, felle discussies is geworden. Het was een collega van mij, die de cursussen van die professor volgt, die me erop attent maakte dat deze man een welbepaalde YouTube-video heeft te kijk gezet op YouTube. En dat ik dat toch eens moest bekijken, in bijzonder het laatste deel, dat ongeveer begint vanaf 34 minuten. Voor degene die eerst dat willen bekijken, daar geef ik de coördinaten mee, waarmee je op YouTube die film kunt bekijken. Waar gaat het over? De professor, dat is dus een beeld van die YouTube film, de professor toonde ons dit circuit, waar je op een simpele wijze de werking van de tweede wet van Kirchhoff demonstreerde. Die wet die luidt: de elektrische potentiaalverschillen, rekening houdend met de richting, in een gesloten kring is gelijk aan nul. Dus, wat liet hij zien? Hij tekende op bord de twee weerstanden. Hij gaf deze de waarde van 100 ohm, deze de waarde van 900 ohm. Hij zette er een batterij tussen. En dan ging hij kijken hoe dit circuit ging beantwoorden aan de wet van Kirchhoff. Hij nam aan dat die batterij 1 volt had. Dit is de plus, dit is de min. Het hogere potentiaal stroomt in de richting van het lagere potentiaal. In andere woorden, dat is de richting hoe de stroom zal vloeien. Hoe verhouden zich nu de spanningen over die weerstanden? Hij demonstreerde met de simpele wet van ohm, werd duidelijk, als men hier een voltmeter overzet, heeft men hier 0,1 volt, tweede voltmeter, 0,9 volt. En dan is nog duidelijk, één ding dat ontbreekt om de wet van Kirchhoff aan te tonen, dat zijn de polariteiten. Dus de plus die gaat hier zo door, dat wil zeggen dat men hier plus gaat meten, de stroom loopt hier zo door. Hier gaat men plus meten, de stroom loopt zo verder. Dat is het ene, en dan de batterij heeft het potentiaal plus min. Simpelweg, als we daar de formule van de tweede wet van Kirchhoff op toepassen, kunnen we zeggen 0,1 volt plus 0,1 volt plus 0,9 volt min de batterijspanning 1 volt is gelijk aan 0. Heel simpel, dat is de wet van Kirchhoff. Daarna veegde hij de batterij weg en tekende hetzelfde circuit opnieuw. En hij ging beschouwen wat er zou gebeuren als er in dit gesloten circuit met open oppervlakte een magnetische puls zou zijn die uit het bord komt. Een toenemend magnetische puls die uit het bord komt. En die magnetische puls creëert heel toevallig ook 1 volt in het circuit. Nu ging hij bekijken hoe dat, de spanningen zich verhouden tegenover elkaar. En hij zei, oké, hier hebben we 0,1 volt, hier hebben we 0,9 volt. En hij noemde dit punt D en dit punt A. En hij zei, oké,
Hier zit geen batterij niet meer tussen. Dus, hoe gaan we van punt D naar A? Er zijn hier twee wegen, zei hij. En, hij stelt iets vast met de polariteiten, namelijk dat dit plus min was. En dat dit min plus was. En dan, verbazing op ieders gezicht, we hebben hier namelijk twee koperen draden, of twee verbindingspunten van die weerstanden. En over die twee koperen draden meet de 1 voltmeter 0,9 volt en de andere voltmeter 0,1 volt. Hoe kan dat? Dat is dan nog niet alles. Ook de polariteiten, daar is iets raar mee aan de hand. We hebben hier plus min en hier min plus. En dat op diezelfde draden. Nu, dit experiment heeft hij niet alleen theoretisch benaderd. Hij heeft daar heel wat formules van Faraday tegen gezet. En volgens hem was de wet van Kirchhoff hiermee afgelopen. Kirchhoff is voor de birds, zei hij. Nu ga ik de schoolbeelden laten zien van het praktisch experiment dat hij uitgevoerd had. En we zien inderdaad over de weerstand van 100 ohm een negatieve puls van 0,1 volt. Over de 900 ohm een positieve puls. Voor vele wetenschappers was dit een totaal onbegrijpelijk iets, liet professor Lewin weten. En de vele reacties op YouTube, ook voor mensen met een zeer hoogstaand studieniveau, was dit helemaal niet vanzelfsprekend. Nu, dankzij mijn collega heb ik ook die video kunnen bekijken. En het werd me gauw duidelijk dat er naar mijn mening iets niet klopte. Ik heb dan naar de professor enkele verklaringen doorgestuurd hoe dat naar mijn mening deze zaak tot stand kwam, maar ik kreeg als antwoord dat ik me vergiste en dat ik het niet begreep. Ik heb dan een proefopstelling nagebouwd en ik heb metingen gedaan en ik kwam tot de vaststelling dat ik me helemaal niet vergiste. Daarom heb ik dan ook naar de professor terug een antwoord gestuurd dat ik hem het bewijs zou leveren van mijn stelling en dat ik hier een nieuw YouTube-film van zou maken, wat we nu aan het doen zijn. Ik ga eerst een toelichting geven over hoe ik te werk ben gegaan en waarom. De kern van de zaak was dat we een eenmalig magnetische puls door een gesloten circuit moesten bestuderen en daarvoor hadden we een geheugenspook nodig die het beeld kon vaststellen. Ook moest er bij elke puls manueel op een knop geduwd worden. Aanvankelijk was ik daarmee beginnen experimenteren, maar dat was helemaal niet praktisch. En het werd me gauw duidelijk dat met al wat ik uit te proberen had, dit zeer tijdrovend zou zijn. Daarom heb ik een opstelling gemaakt waarbij een pulstrein van magnetische pulsen wordt gegenereerd. Net alsof ik telkens opnieuw op een knop duw om die puls te creëren. Dus we gingen de elektronica die job laten overnemen. Natuurlijk, er was wel een probleem, want deze puls, zoals te zien is op de schoolbeelden van professor Walter Lewin, dat is een puls, moment dat de stroom wordt aangezet. Wat niet te zien is op het beeld van Walter Lewin, dat is dat na verloop van tijd, als men de knop terug afzet, zich ook nog zo'n puls manifesteert. Maar daar zijn we niks mee. Dus heb ik de elektronica zijn werk laten doen en ervoor gezorgd dat het telkens om deze puls ging.
omdat die ons ook de polariteit laat zien. En hier heb ik zo'n spoel, waar ik op het moment een puls laat genereren. En u ziet hier op het beeld hoe die eruit ziet. Dus al wat we straks gaan bestuderen, dat wordt gegenereerd via de elektronica die ik hier gemaakt heb. Nu, zo'n spoel of een solenoid, daar is een probleem mee. Die heeft namelijk een groot strooiveld. En toen ik mijn experiment aan het doen was, werd me gauw duidelijk dat een spoel eigenlijk niet zo praktisch was. Ik ga u laten zien wat ik bedoel. Ik heb hier de probes van een oscilloscoop. Dit is de min, dit is de plus. Ik ga de min en de plus kortsluiten, dan kan deze probe eigenlijk niks meer meten. Nu gaan we eens kijken wat dat doet wanneer ik in het strooiveld kom met deze bedrading van die spoel waar zich momenteel zo'n puls, waarop momenteel zo'n pulstrein wordt gegenereerd. Wat zien we? Terwijl dat mijn probe in kortsluiting ligt en in feite niks kan meten, als ik boven dat veld kom, zien we de puls naar boven of naar beneden gaan, ga ik aan de zijkanten van die solenoid. Telkens opnieuw zien we de puls ontstaan. En dat moeten we dus juist niet hebben. Het is de bedoeling dat we enkel meten wat door ons experiment gegenereerd wordt, maar het is niet de bedoeling dat de draden van ons meettoestel die magnetische pulsen oppikken. En daarvoor heb ik naar een andere oplossing moeten zoeken. Na wat zoek- en experimenteerwerk kwam ik tot de vaststelling dat een transformator een uitermate geschikte solenoid is om zo'n magnetische puls om te zetten in een elektrische puls. Waarom is die geschikter dan deze spoel of deze solenoid? Dit is hoe dat het strooiveld rond de spoel gaat. Die gaat dan in alle richtingen rond. Dus die komt hieruit en gaat hier rond, gaat hier onder in. Dus op zo'n manier, helemaal rond, hebben we een magnetisch veld. Dat is ook de reden waarom mijn oscilloscoop snoeren dat magnetisch veld oppikte. Een transformator, daar gaat het helemaal anders aan toe. Hier hebben we de solenoid, de spoel. Die zit over een ijzeren kern. En aan de zijkanten hebben we ook nog twee ijzeren kernen. Dus ik heb het dak, het bovenste deel, heb ik hier afgedaan en dan het bovenaanzicht gepleit. Hoe gaat dan het magnetisch veld? Het magnetisch veld manifesteren zo. Dus het gaat eruit en gaat eigenlijk hierin. Het magnetisch veld dat zonder die ijzeren kern zich naar hier zou manifesteren, is niet aanwezig. En dan komen we tot de kern van de zaak, namelijk dat dit vrij geschikt is als we hier in de buurt zijn met onze meetdraden, voltmeter of oscilloscoop, dat we hier geen strooiveld oppikken in onze draden, want daar kunnen we niks mee doen. Hier hebben we onze transformator. Normaal wordt dit deel gebruikt om 230 volt van het net in te sturen. En komt aan deze zijde normaal 36 volt uit. In die functie gaan we het helemaal niet gebruiken. We sturen in het secundaire deel onze flinke magnetische
sorry, we sturen in dit deel een spanning die hier een flinke magnetische puls in gaat creëren. We gaan eens zien hoe dat eruit ziet. Hier kunt u zien, hier hebben we onze puls. En nu gaan we ook, ik heb uiteraard de gevoeligheid van die scoop zeer laag gezet. Die is nu niet gevoelig omdat dat een zeer flinke spanning is en een hoge stroom die hier doorgestuurd wordt. We gaan nu eens kijken of dat het inderdaad waar is dat hier aan de zijkanten geen magnetisch strooiveld te zien is. En dat het wel degelijk aan de binnenzijde geconcentreerd zit zoals we hier gedemonstreerd hebben. Ik zet mijn scope terug op zeer gevoelig. 20 millivolt voor zo'n vierkantje. Dus dat is zeer gevoelig. En we gaan rond onze scope en eens kijken wat dat zegt op het beeld. We zien een heel miniem pulsje verschijnen, maar dat is verwaarloosbaar met hetgeen we daar juist gezien hebben. Dus nog aan de zijkanten, nog aan de bovenkant, achter of voorkant, zien we die puls verschijnen. Dus we zijn nu zeker dat onze metingen niet zullen beïnvloed worden door het strooiveld dat deze bedrading zou kunnen induceren. Nu gaan we eens kijken voor alle zekerheid of dat hier wel magnetisme aan die binnenzijde aanwezig is, zoals ik daar juist zei. Dus wat doen we? Ik steek hier gewoon een simpele draad tussen. We sluiten hem aan. Voilà. En hier hebben we onze puls die in deze draad geïnduceerd wordt. Dus we zijn zeker, hetgeen wat we nu meten, is wat enkel in deze draad gebeurt en we meten op het moment niks van een eventueel strooiveld dat onze meting zou kunnen beïnvloeden. Nu gaan we over tot het werkelijk experiment zoals professor Lewin het op het einde deed met zijn twee scoopbeelden. Wat heb ik gedaan? Ik heb het schema overgenomen. Maar hij heeft er 2 voltmeters op gezet. Ik heb er 4 voltmeters op gezet. We gaan gewoon meten wat we meten. We gaan spanningen meten en we gaan polariteiten meten. Ik heb de hoeken hier benoemd A, B, C, D. In ons experiment ziet u de blauwe en de rode draad die door het magnetisch veld gaan. En de ondertoonweerstand en de 900 toonweerstand. Ook die hoeken heb ik met A, B, C en D aangeduid. Om te zien naar welke voltmeter die draden gaan, heb ik die ook nog eens benoemd met A, B, C, D. We gaan nu eerst de spanningen bekijken over de weerstanden en we gaan kijken of het klopt wat de metingen waren van professor Walter Lewin. Misschien nog 1 zaak die ik toch moet zeggen. Per 2 schoolbeelden, want zelfs gaan we in totaal 4 schoolbeelden zien, is de aarding gemeenschappelijk. Dat wil zeggen, die minnen zijn ook hier gemeenschappelijk. Hetzelfde voor die andere school, heb ik die minnen, die gemeenschappelijk inwendig in het toestel zijn, heb ik samen moeten aansluiten. Dus daar moeten we op letten met betrekking tot de polariteiten. Dus telkens is dit zwart de min. Nu gaan we kijken naar de scoopbeelden met betrekking tot de 100 toonweerstand en de 900 toonweerstand. Dit is wat er over de 900 toonweerstand valt van puls. En dit is de puls die over de ondertoonweerstand valt. We gaan eens kijken welke spanning we meten. Dit is maar een kleine puls.
over de ondertoonweerstand hebben we die rode. Excuseer, we zitten hier met deze rode. Die gaat naar hier. B, C, D, C, D. Ja. En A, D. Ah ja. Dit is A, D. Dat betreft, als ik het afkoppel, is het weg. Dus dat is inderdaad wat we nu mee doen. Dus de totale schaal is per schaalverdeling 100 millivolt. We meten hierover 100 millivolt, 0,1 volt. Nu gaan we kijken wat de plus en de min is in dit circuit. Dus het gaat hier over deze. De min is D. En de plus is A. Oké. Hetzelfde gaan we doen over de weerstand B en C. B en C. We gaan die eens kijken als ik haar los trek. Is dat wel? Ja, inderdaad. Beeld valt weg. Dus we meten hier inderdaad B en C. Een veel grotere puls. Hij gaat zelfs voorbij dit vakje hier. En dat komt omdat ik hem op dezelfde gevoeligheid heb gezet als deze schoen. We gaan eens kijken als we hem wat minder gevoelig zetten waar dan we zitten. En dan kunnen we 1, 2, 3, 4 en een half maal 0,2 is 0,9 volt. Oké. We gaan ook de polariteit bekijken. We zien deze grijze hier. Nog eens lostrekken. Ja. Die grijze. Dus de plus ligt op C en de min ligt op B. B is de min. C is de plus. En we kunnen al met zekerheid zeggen dat tot hiertoe valt er low in. Zijn experiment 100% klopt, want we meten over twee koperen draden een spanning van 0,9 volt en aan de andere kant 0,1 volt en dan nog eens met gewisselde polariteiten. Dus tot hier is het raadsel zeker niet opgelost en moeten we ons berusten met de theorie zoals Walter Lewin ze gegeven heeft. Maar nu gaan we toch eens kijken hoe dat het zit wanneer we meten van punt A naar B en van D naar C. Je zou denken, dat is gewoon een koperdraad, daar meet je niks over. Dat is een weerstand van misschien 1 milliohm of minder. We gaan kijken. Geen dat u die ziet. We zullen dat is deze, de rode. De rode die gaat over D en C. Ja. En wat meten we over D en C? Vijf schaalverdelingen aan 0,1 volt. 1, 2, 3, 4, 5. Maal 0,1, dat is een halve volt. Over C en D. C en D. 0,5 volt. Ook hier kijken we naar de polariteiten. Het feit dat de pulsen omhoog staan, betekent dat dit D de min is. En C de plus. Nu gaan we hetzelfde bekijken over A en B. We gaan
de onderste puls eventjes afzetten, omdat je ons stoort, zal gewoon de proben uittrekken. Voilà. We gaan kijken wat we daar meten. 1, 2, 3, 4, 5 schaalverdelingen. 5 schaalverdelingen. Maal 0,1 volt. 0,5 volt. En we gaan ook kijken, die rode, B, daar ligt hem in. En A, daar ligt de plus. Met andere woorden, het is wel duidelijk, die magnetische puls, die hier doorgaat, sorry, in dit geval, zoals ik hier meet, gaat de magnetische puls in het bord, maar dat zet enkel de polariteit om. En dan zien we in feite dat die twee draden in dat magnetisch veld zich eigenlijk een beetje gedragen als spanningsbronnen, als voedingsbronnen. En als we kijken hoe dat de stroom loopt van die twee voedingsbronnen, dan begint het al een en ander duidelijk te worden. Dan beginnen we, als we de wet van Kirchhoff erop nahouden, een halve en een halve volt, 0,1, 0,9 volt, dus de spanningen en de polariteiten, als u goed bekijkt, die komen 100% in het plaatje van Kirchhoff terecht. Kirchhoff bestaat. Kirchhoff, zijn wet houdt stand in dit geval. De professor had gezegd, Kirchhoff is voor de birds. Oké, we get Kirchhoff back out of the birdshed. Daar juist heb ik de formule van Kirchhoff niet uitgeschreven. We gaan dat nog even doen. We zien richting van de batterijpotentiaal en de tegengestelde richtingen over de weerstanden. Dus kunnen we zeggen plus 0,1 volt, min 0,5 volt, plus 0,9 volt, min 0,5 volt, is gelijk aan 0 volt. In feite is die tekening niet juist. Hetgeen dat professor Walter Lewin eigenlijk had moeten tekenen, waren symbolen van spoelen. Want die draden die gedragen zich eigenlijk als spoelen. Want ze creëren een voeding in het circuit. Nu, die spoelen zou je ook kunnen vervangen door batterijen die bijna leeg zijn. Als je een batterij hebt waar nog een klein restje energie in zit en je sluit daar een weerstand op aan, dan zul je ook deze piek zien. Op een korte ogenblik heeft hij zijn beetje energie, zijn beetje spanning dat hij nog heeft af om op 0 volt te eindigen. En dan wordt het misschien veel duidelijker als we dan door dat soort van batterijen, zoals ik het juist geschetst heb, de twee spoelen zou vervangen, dan zie je dat deze batterij een halve volt heeft, deze ook, en dan zie je dat er twee keren is 0,1 en 0,9 volt overvalt, wat uiteindelijk 0 volt geeft, zoals Kirchhoff aanduidt. In andere woorden, de wet van Kirchhoff blijft 100% stand houden in het schema zoals, of het experiment zoals professor Lewin ons getoond heeft. Wat gebeurt er eigenlijk? Dan gaan we eens even terug naar onze transformator om hier duidelijk te laten zien wat hier in werkelijkheid gebeurd is. We hebben hier een transformator en ik heb er één lusmond gedaan, een draad. We gaan de spanning meten over die draad.
We hebben een schaal. Eén schaalverdeling is 0,1 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 keer 0,1 volt, 0,6 volt, wordt gegenereerd over deze draad. Wat interessant is aan zo'n puls, ik heb het al juist al gezegd, is dat we daarmee een polariteit kunnen zien. We tonen het eventjes, ik draai mijn meetproben om. En diezelfde puls van 6 schaalverdelingen staat nu naar onder. Nu kunnen we ons een volgende vraag stellen. Wat gebeurt er als we nu die draden midden door zouden knippen? We gaan dat doen. Ongeveer in het midden. Voilà. We sluiten onze scope eventjes af. Nu hebben we twee draden. We gaan eens meten over zo'n één draad hoeveel volt dat we hebben. Als er nog een spanning overvalt. Inderdaad, er valt een spanning over. Drie schaalverdelingen. Daar juist hadden we 6. Moeten we geen tekeningsje bij maken wat we hier over die andere draad mogen verwachten? Ook drie schaalverdelingen. Maar hier zien we de polariteit naar beneden gaan. We gaan eens kijken hoe dat het hier aan toe gaat met de polariteiten van die twee draden. Dus bij deze draad is hier de min en hier de plus. We gaan naar die andere draad. Meten we hier de plus en hier de min. Begint u de parallellen te zien met het schema van professor Lewin? Als we dan in feite, kan het niet anders dan dat de polariteiten op deze wijze tot stand komen. Want als ik de draad terug verbind, waar hier elk 0,3 volt overstaan, als ik die twee draden terug met elkaar verbind, zo, ja, dan hebben we daar juist gemeten. Dan meten we hierover 0,6 volt. En dat kan alleen als die polariteiten tegengesteld zijn. Mochten die gelijk zijn, dat is vergelijkbaar met twee batterijtjes. Ik ga het daarmee vergelijken. Kent ze wel die batterijtjes? Stel dat je twee batterijtjes de plus aan dezelfde zijde hebt. En die zijn elk 1,5 volt. En we verbinden de min met elkaar. Dan is het potentiaal verschil tussen de twee plussen gewoonweg 0 volt. Als men dan hier een voltmeter overzet, heb je 0 volt. Die batterijen moeten immers op deze manier staan. Als je ze dan verbindt, heb je hier 3 volt. Dus basiselektronica, dat is eigenlijk wat er ook gebeurt met een spoeler. Dat is wat er gebeurt in een transformator. Je moet zich maar eens voorstellen dat in een transformator dat niet het geval zou zijn. Stel, je hebt een winding. We gaan zo verder naar de volgende winding, maar we gaan maar één winding tekenen. Eén winding van die transformator. Nu gaan we eens twee veronderstellingen doen. Stel dat die winding, we knippen ze hier denkbeeldig door. Stel dat hier de min zich voordoet in die transformator en hier de plus. En hier zou zich de plus en de min voordoen, dan zou die winding zichzelf, die spanning die door een magnetische flux wordt opgewekt, die zou zichzelf opheffen.
Bij de volgende wending zou hetzelfde gebeuren. In andere woorden, een transformator op die manier zou gewoonweg niet kunnen werken. De enige manier dat een transformator werkt, is dat min plus, en dan hier aan de andere zijde zoals ik het juist gedemonstreerd heb, omgekeerd, en dan op de netspanning, de frequentie van het net, wisselt dat 50 keer per seconde, dat de plus min wordt dan hier de min plus, dat gebeurt 50 keer per seconde. Dat is een heel simpele wetmatigheid. En dat is dus ook wat er gebeurt in ons schema. Dat zijn onze twee draden waar dat zich de magnetische puls door begeeft. En sommigen verwarren een eenmalige magnetische puls met DC. Nee, elke spanningsvariatie die er gebeurt is AC, is wisselspanning. Als u een zaklamp hebt met batterijen erin van 3 volt, het moment dat u die aanzet, het aanzetten zelf beantwoordt aan wetten van wisselspanning. Het aanzetten, afzetten, aanzetten, afzetten beantwoordt aan de wetten van wisselspanning. Zo werken ook schakelende voedingen. Daar zet men bijvoorbeeld een spanning op van wel 300 volt. En die 300 volt die wordt per seconde in 44.000 stukjes gehakt. Op deze manier. Aan, uit, aan, uit, aan, uit. Dat is de wijze waarop dat in onze computers, tegenwoordig televisietoestellen, hoe dat schakelende voedingen werken. Dat werkt op een gelijkspanning, maar die wordt in stukjes gehakt, omdat ze willen dat dit door een transformator kan doorgegeven worden, en op die manier naar een andere spanning kan overgegaan worden. En dat is wat ook gebeurt met onze magnetische puls. Die magnetische puls die doorgaat, die eenmalige puls, heeft in ons draden eventjes een wisselspanning opgewekt. En het is die spanning, 2 keer een halve volt hebben we gezien, die tenslotte voeding geeft aan die weerstanden. We hebben nu gezien over een stuk draad, waar we dus de magnetische puls doorstuurden, dat we daar een spanning van 0,6 volt over konden meten. Wanneer we die draad in 2 stukken knipten, 2 stukken draad, magnetische puls daardoor, hadden we over elke draad 0,3 volt met de polariteit zoals hier aangeduid. Nu gaan we eens kijken hoe het zit met dat schema waarop de prof zich gebaseerd heeft. Op een gegeven moment zei de prof: het hangt af van welk pad dat er gekozen wordt om van D naar A te gaan. En het tekende zo 2 pijlen of het kan beantwoorden aan de wet van Faraday in Kirchhoff of niet. Nu, dit pad kan eigenlijk niet. Aan de hand van de polariteiten, zoals hij ze zelf gemeten heeft, is het duidelijk dat enkel dit pad van toepassing was. U kan nu zich de vraag stellen, zouden er 2 paden kunnen zijn? Kan dat, dat een pad zich manifesteert op deze wijze en op die wijze? Ja, dat kan zeker. Maar dan moeten we de magnetische puls op een andere plaats situeren. Dus nu staat hij hier in het midden. En stel dat die magnetische puls zich hier had gemanifesteerd, dan kunnen we op deze wijze 2 paden zien van D naar A. Maar hoe zouden de metingen dan geweest zijn? We gaan dat even laten zien. We gaan hier terug naar onze transformator, waar die 2 draden doorzitten, een rode en een blauwe. En zoals we daar juist gezien hebben, over elke draad kunnen we 0,3 volt meten. Weliswaar met gewijzigde polariteiten zoals hier aangeduid.
als we die waarden terug met elkaar verbinden. 0,6 volt. Maar wat we nu gaan doen, is die magnetische puls zoals die langs één zijde van die draden laten manifesteren. Dus ik haal de blauwe draad eruit. Ik steek die samen met de rode draad. Met andere woorden, als ik nu op de blauwe ga meten, ik meet nu op de rode op het moment, ga mijn probe verzetten naar de blauwe. En zoals verwacht natuurlijk, kon niet anders, exact dezelfde meting. Nu vraag ik me af, we hebben ons twee draden, een puls langs de één zijde, en zoals we zien, ligt hier de min en hier de min, en hier de plus en hier de plus. 0,3 volt, twee maal. Nu gaan we die aan één zijde verbinden. Zo, en nu gaan we kijken uit deze twee draden wat daar uit gaat komen. Nul. Niks komt daaruit. Is niet moeilijk. Zoals ik daar juist met die batterij getekend heb, die spanningen die heffen zichzelf op. Hier kan geen spanning tussen gemeten worden. Met andere woorden, als er een pad zou zijn dat langs beide zijden hetzelfde magnetisme zou gecreëerd krijgen, in dat geval is dat het resultaat. Dit kan ook nog op een andere manier tot stand komen, namelijk als men in die gesloten kring, in die gesloten loop, met een open oppervlakte, tegelijkertijd twee magnetische pulsen zouden zijn. Dus stel dat er een magnetische puls in het bord gaat, en tegelijkertijd komt er een magnetische puls uit het bord. Op dezelfde tijd, als die exact even sterk zijn, die magnetische pulsen, dan hebben we hetzelfde resultaat zoals we hier nu meten, 0 volt. Als één van die beide magnetische pulsen sterker zou zijn, dan hangt het af van de resultanten tussen deze twee. De sterkste zal overheersen. Dat wil zeggen, als we bijvoorbeeld, als deze puls in het circuit plus 0,8 volt zou creëren, deze puls in de andere richting zou min 0,8 5 volt creëren, dan zou er uiteindelijk in het circuit een stroom vloeien van 0,3, een spanning van 0,3 volt aanwezig zijn. Oké. Wat dit gaat wel over hetzelfde tijdstip. Wat zou er gebeuren als deze puls enkele milliseconden of microseconden zelfs later komt dan de andere? In dat geval hangt alles af van het heel berekeningscircuit. Ik heb hier een berekening. Het komt daarop neer dat er een blauwe puls is. Deze, ik zal hem aan het bord hangen, als de cameraman tot hier kan inzoomen. Dus we hebben een grote puls, en enige tijd later, enkele milliseconden, hebben we een negatieve puls. Het is dan uiteindelijk in tijd de resultanten van de twee, die uiteindelijk bepaalt welke spanning
door het circuit zou lopen. Dus dat is wanneer dat er twee pulsen zijn. In elk geval, op elk moment van tijd, is de wet van Kirchhoff van toepassing. Als uiteindelijk die resultante 0,3 volt is op een zeker moment in tijd, ja, dan zal heel dit circuit zich maar manifesteren in de verhoudingen, zoals we daar juist hebben gemeten, maar dan pas bij een spanning van 1 volt, bij een spanning van 0,3 volt. Met andere woorden, ook als de puls niet hier gegeven wordt, maar alles naast het circuit, of twee pulsen tegelijk in het circuit, in alle omstandigheden blijft de wet van Kirchhoff van kracht. Nu zijn er van die speciale gevallen waar wij ons even moeten indenken wat er dan zou gebeuren. Een van die speciale gevallen is, mocht ik een draad hebben van 1 meter lengte. Ik zou van die draad een loop maken, een wending die ik volledig sluit. En ik laat daar een magnetische puls doorgaan. Wat zou dat eigenlijk gebeuren? Hoe moet ik hier meten? Hoe kan ik me daar een voorstelling bij maken? Ja, elk metaal heeft een soortelijke weerstand. En laat ons veronderstellen dat we nu met een koperen draad bezig zijn. Die weerstand die is zeer, zeer laag, die soortelijke weerstand. Je kunt dat uitzoeken en uitrekenen wat dat zou geven bij 1 meter lengte en een bepaalde diameter. Maar dat doet er nu eigenlijk niet toe. We veronderstellen dat de diameter overal hetzelfde is uiteraard. En stel dat we een magnetische puls daardoor zouden jagen en we meten met een ampère tang een stroom van 10 ampère. En we meten de weerstand en we zien dat die weerstand 1 milliohm zou zijn. Oké, dan kunnen we daar uit besluiten. Het is sowieso een kortsluiting dat zich hier voordoet, want dat zijn toestanden. Op die manier mag men een spoel niet rond een magneet, rond een transformator doen. Want dat is een kortsluiting, die zou zeer snel warm worden. Ook met die stroom van 10 ampère, die draad die gaat warm worden natuurlijk. Maar in feite kunnen we ons volgende voorstellen. We kunnen die draad van een meter in 10 segmenten verdelen. We gaan eens een voltmeter over een segment van 0,1 meter zetten. Dan zullen we zien dat op dat kleine stuk, bij die stroom, zich een spanning zal voordoen van 0,1 volt. Elke 10 centimeter waar wij onze voltmeter over zetten, zal deze spanning aangeven. Nu kunnen we ons afvragen, is hier de wet van Kirchhoff nog wel van toepassing? Ja, zeker, de wet van Kirchhoff is hier van toepassing. Want in feite, als we elk stuk terug gaan bekijken op de manier zoals we het daar juist bekeken hebben, namelijk een batterij die juist zijn laatste restje spanning afgeeft, dus we gaan terug het symbool van een batterij tekenen, dan kunnen we zeggen dat over elke 0,1 milliohm een spanning valt van 0,01 volt. Met andere woorden, elk stuk is in feite een circuit van een batterij en een weerstand. Voor mijn part de innerlijke weerstand van de batterij, maakt niet uit. In ieder geval, als we hier de spanning zien die uit de batterij komt, 0,01 volt, en de spanning die over de weerstand valt, plus 0,01 volt min 0,01 volt opnieuw 0. Ik heb dat nu over een tiende gedaan. Voor mijn part kan je dat doen over een vijfde of over de helft.
Hetzelfde systeem is van toepassing. Telkens opnieuw is ook in dit circuit de wet van Kirchhoff van toepassing. We gaan nu kijken welke antwoorden professor Lewin aan mij gegeven heeft. You are mistaken. This demo is now done by many teachers in the world. Ik ben dus mis en de demonstratie is ondertussen door vele leraars in de wereld gebeurd. Since the wire at A and D have near zero resistance, you can connect the voltmeter anywhere you want to. Ja, het is wel duidelijk dat de professor zich niet bewust is op welke wijze die spanning in het circuit wordt opgewekt. Want tenslotte, dat veranderlijk magnetisch veld, dat zich manifesteert in die draden, A en D, en ook wel een stuk in die weerstanden, die creëren de spanning. However, that is not at all a necessary condition, as the resistance of common copper wire is much, much lower than the resistance of R1 and R2. Dus mijn diagram on the blackboard is fine. Zoals hij het getekend heeft, en zoals ik het nagedaan heb, dus dit was exact zijn tekening op het bord, die had ik over die transformator gedaan, die uiteindelijk mijn magnetische pulsen verzorgt. Hij zegt dat die draden op zich geen probleem vormt, want die weerstand van die draden, die zijn bijna 0 ohm. Wat hij zegt is correct, die draden die zijn misschien enkele milli-ohms, maar die draden zijn uitermate geschikt om inductie, om via magnetisme inductie op te wekken en op die manier een spanning te creëren. Do not feel bad if you don't get it. Very few people have a deep understanding of Faraday's law, even though it runs our entire economy. I don't want to waste my time by arguing with you, with anyone about this, because this is too basic. This is therefore my only response to you. I suggest you read the lecture notes on this lecture and that you also use Google. Ik heb zijn notes niet gelezen. Ik heb ook niet gegoogeld. We hebben enkel de experimenten gedaan zoals u ze gezien hebt. Nu, er is nog één zaak waar we verder op ingaan. Hij zegt dat hij eigenlijk helemaal geen weerstanden, dat hij eigenlijk geen draden gebruikt. Want de length of wire A en wire D was zero. Nu, ik zal jullie een paar weerstanden laten zien. Dat zijn weerstanden. Ik zie niet goed in hoe dat je die met elkaar kunt verbinden zonder bedrading of de draden van die weerstanden zelf te gebruiken. Er bestaan andere soorten weerstanden, grotere, kleinere, zelfs zeer kleine. Men noemt die SMD's. Die zijn 1 mm groot en die zijn zonder draden. Maar dan heb je geen open oppervlakte meer. Als je die aan elkaar zou verbinden, heb je geen open oppervlakte meer. En dan heb je een experiment dat gaat over ongeveer enkele vierkante millimeter. Dus daar kan het al niet om gaan. Nu, ik heb toch op zoek gegaan of ik weerstanden kon vinden. Zonder draden. En ik heb er gevonden, ik zal het u tonen. Dit is een plastic tape met koolstof in verwerkt. En de weerstand van die koolstoftape die is gelijkmatig verdeeld. In andere woorden, als ik hier een circuit mee maak,
dan heb ik inderdaad een circuit zonder draden. Ik heb er zo in gemaakt en we gaan zelf eens bekijken wat dat doet wanneer we hier een magnetische puls doorjagen. Ik heb hier al aansluitpunten gemaakt. Hier gaan zelfs ook aansluitpunten gemaakt worden om mijn meetprobes te kunnen aansluiten. En ik heb hier een koperen sluitstuk, zodanig dat we zeker zijn dat we een goede gesloten lus hebben waar we die magnetische puls gaan doorjagen. Nu gaan we te werk op een circuit, een gesloten circuit met open oppervlakte, waar helemaal geen draden aan te pas komen. Het systeem bestaat dus louter uit carbon tape. En ik heb dit systeem geplakt op karton, zodat het enige stevigheid heeft. Nu heb ik de vier hoeken ook aangeduid met A, B, C en D. Want we gaan een zestal metingen doen. We gaan, hier staat onze transfoom, we gaan hier, hier en hier meten, over ongeveer dezelfde afstand. Het zal wel aan de andere zijde. Met dit verschil met het vorige circuit, dat hier geen weerstand van 100 en 900 ohm aanwezig is. Alle weerstanden zijn in dit geval gelijk. Maar later zult u zien dat dat eigenlijk geen rol speelt om te begrijpen wat hier eigenlijk gebeurt. Maar hier gaan we te werk zoals professor Lewin gezegd heeft, ik gebruik helemaal geen draden. Oké, we hebben hier een weerstandencircuit zonder draden. We gaan meten van deze zijde tot aan punt B. We zien twee schaalverdelingen. Maken dat ik een goede connectie heb? Ja, we zien twee schaalverdelingen. Nu, ik ga enkel me uitdrukken in schaalverdelingen. Dat zou 2 volt kunnen zijn, dat zou 200 millivolt kunnen zijn. Dat maakt in dit geval niet uit. Ik ga hierop zetten 2. En de polariteit aan de transformator. Ik zal 2 volt schrijven. Had ook 200 millivolt kunnen zijn, of 20 millivolt, maar ja. Dus hier hebben we de min langs deze kant en hier de plus. Nu ga ik datzelfde doen over die 6 weerstanden. We gaan een beetje sneller werken. Voilà. 2 schaalverdelingen ongeveer. 2 volt. Min langs deze kant. Dus langs deze zijde. En dan de derde weerstand. Langs deze zijde van de transformator. Ook 2 volt. Een beetje in de lijn van de verwachting natuurlijk. Omdat, zoals ik gezegd heb, elke centimeter van die tape heeft zowat dezelfde weerstand. En de min ligt hier op de hoek. 2 volt moet ik hier schrijven. Min hier op de hoek, plus langs die zijde. We zien het circuit eigenlijk al ontstaan. Min plus, min plus, min plus. Van hieruit ligt het in de lijn van de verwachting dat we hier iets soortgelijks gaan zien. Inderdaad, 2 volt. In dit geval bij een omgekeerde polariteit, dus we gaan onze polariteiten omdraaien om het gemak van het noteren. Voilà, 2 volt met de min langs deze zijde. Min plus 2 volt. En de rest spreekt voor zich. Deze zijde 2 volt ongeveer, iets, eigenlijk iets meer,
min. Plus. En de laatste. Zoals verwacht iets meer ongeveer als 200. Met de min langs deze zijde en de plus langs deze zijde. Nu ga ik me uitdrukken zoals professor Lewin. Wat u nu gaat zien, this will blow your mind. We gaan eventjes die zijde bekijken. Min plus, min plus. Wat verwacht u dat die rode meter gaat meten? We gaan van hier naar hier meten. Als u het mij zou vragen, zou ik zeggen 4 volt. Als u me zou vragen de polariteiten, ja, min plus, min plus. Het kan niet duidelijker zijn. Hier moet de min liggen en hier de plus. We gaan kijken of dat waar is. Tja. Wat zien we? Hier ligt de plus. En hier ligt de min. En het is geen 4 volt. We meten weer ongeveer 2 volt. Tja, dat is een raar fenomeen. Dus ik, voor de duidelijkheid van de polariteiten, ga ik dit omdraaien. Dus ik meet van hoek B naar hoek A. Aan de A zet ik met een plus. Plus. Hier de min. En we meten opnieuw 2 volt. Dat is iets waar de meeste mensen niet aan uit zullen kunnen, maar we meten het. Ik ga kijken aan de andere zijde of dat we daar dezelfde meting kunnen verwachten. We gaan meten van punt D naar punt C. Ook 2 volt. Iets meer rood, maar hé, zoals ik zeg, ongeveer 2 volt. En hier ligt de min. En de plus. 2 volt. Al diegenen die tot dit ogenblik nog altijd met de theorie zoals professor Lewin hem heeft toegelicht in het hoofd zitten, dan zou ik nu vragen om de video te stoppen. Ook de andere mensen, stop de video en tracht hier een verklaring aan te geven. Gaan ze dadelijk verder. Ik hoop dat jullie eruit geraakt zijn. Eén ding kan ik zeggen, wie de wet van Kirchhoff niet begrijpt, zal er niet uitgeraakt zijn. Enkel met de wet van Kirchhoff geraken we uit dit raadsel. Nu ga ik een meting doen, zoals u weet. Ik manifesteer hier mijn magnetische puls in dit vlak vooral, dankzij die transformator. Niet daar buiten, zodat ik geen last heb met mijn probes daar buiten. Nu gaan we op dit punt meten en op dit punt meten. Iets meer dan 6 schaalverdelingen, dus ongeveer 6. We hadden al juist gezien dat iets meer dan 2 volt was dat we hebben gemeten. Daarom is het ook iets meer dan 6 schaalverdelingen. Ik ga de polariteit zo zetten dat we de plus en de min duidelijk zien. Langs de kant van A zet ik mijn positieve probe. En langs de andere kant, langs de kant van B, mijn min probe. Wat zien we daar verschijnen? 6 volt met langs deze kant, dus hier, meten we 6 volt, waarbij dat de polariteit hier de plus is en hier de min. Dus het zal, kunnen we aan de overzijde natuurlijk verwachten.
Ja. Ook een pols van die grootte. Ja, we wonen hier. Meten we 6 volt. Met een polariteit. Links de min. En rechts de plus. En ik denk dat dat meer gaat verklaren. We gaan eventjes terug het symbool nemen van de batterij die bijna leeg is. Bovenaan ligt die plus langs deze zijde en de min langs deze zijde. Dat is 6 volt. Dat wil zeggen, ook aan de onderen zijde, zien we een batterij van 6 volt. Samen 12 volt. 6 x 2 volt, 12 volt. En nu kunnen we kijken naar de polariteiten, waarom dat zich dit eigenlijk voordeed. We gaan daarvoor enkel dit circuit eventjes uitwegen. Als ik vanaf dit punt meet, tot aan dit punt, rekening houden met de polariteit, hier. Dus de polariteit is hier, loopt hier zo, de batterij is zo. Betekent dat we van hier tot hier een spanning moeten meten van min 6 volt plus 2 volt. Is gelijk aan min 4 volt. Puur Kirchhoff. We gaan zien of dat waar is. Nu hebben we eerst de theorie gedaan. Nu gaan we kijken of dat klopt in de praktijk. Dus ik ga net naast de transformer op dit punt en ik ga meten tot aan punt B. Min 4 volt. Nu kunnen we dit doen ten aanzien van elk punt van het circuit. Ik heb hier zo een tekening gemaakt. Gaan ze zelf niet meer invullen. Degenen die ze willen natekenen, die kunnen dat voor hunzelf beschouwen en eens uitleggen. Maar als dat uw batterij is, van 6 volt, en dit is ook een batterij van 6 volt, met de plus langs deze zijde en de min langs hier, dan kunt u berekenen vanaf hier waar u ten opzichte van dit punt moet terechtkomen. En dat is dus de reden waarom dat we met een tegenstelde polariteit hierover min 2 volt hebben gemeten, terwijl dan hier 2 x 2 volt zich over een weerstand manifesteerde, omdat hier iets is, een voedingsbron, die zich manifesteert als een batterij. In dit geval, er zit geen batterij tussen. Het is puur via inductie dat dit is teweeggebracht. In ieder geval, de wet van Kirchhoff is hier 100% van toepassing, zoals je hebt kunnen zien. Ik heb voor mezelf nog andere experimenten gedaan. U ziet, in die tape had ik gaatjes gemaakt, zodanig dat dit andere weerstandswaarden werden. Dus dat deze weerstanden een andere waarde kregen dan deze. Ik kan u verzekeren, opnieuw heb ik gezien dat de wet van Kirchhoff 100% van toepassing is. Om te besluiten ga ik nog iets laten zien waar zoveel vragen over gesteld zijn op het YouTube forum van professor Walter Loewen, het YouTube forum met betrekking tot deze film. De vraag werd gesteld: wat zou er gebeuren als er 2 voltmeters op exacte punt A en D werden aangesloten? De prof heeft daar honderden keren op geantwoord. Dat maakt niet uit. U zult telkens de verschillende metingen zien. En dan op een gegeven moment werden er vragen gesteld. Wat zou er gebeuren mochten daar dan een tweede of een derde of een vierde voltmeter bij aansluiten? Wat gaan die dan aanduiden? Daar gaf hij geen antwoord niet meer op.
Nu, hetgeen hij gezegd heeft, we gaan checken in hoeverre dat klopt. Ik heb toch even de spoel nu gebruikt met daar rond een circuit met de twee weerstanden, 900 ohm en 100 ohm. En op exact het middenpunt sluit ik mijn twee probes aan. Dus om te laten zien dat het waar is, kan ze omwisselen. Voilà, ik wissel ze om. Wat zien we? Dat er twee keer exact hetzelfde gemeten wordt. Het antwoord dat ik meerdere malen op zijn forum heb gezegd, wanneer men op dezelfde punten meet, meten beide meters dezelfde resultaten. Ik denk dat hier het bewijs geleverd is. Je moet natuurlijk een goede connectie maken. En we meten hier op zeer kleine spanningen. Voilà. In andere woorden, of dat men over deze weerstand zijn twee proben zet, over deze weerstand zijn twee voltmeters zet, over deze draden, ik heb het allemaal uitgeprobeerd, twee voltmeters op exact dezelfde contactpunten geven exact dezelfde waarden. Nu, we gaan besluiten. Ik denk dat we mogen zeggen dat het experiment, voor degenen die beide experimenten gezien hebben, dit van professor Lewin en hetgeen dat ik gedaan heb, dat nu wel in een heel ander daglicht komt te staan. Over professor Lewin kan ik wel meegeven dat een van de beste leraren ter wereld is. Ik heb nu ondertussen ook een paar van zijn andere lessen gezien op YouTube en kan u verzekeren, mochten alle leraren op de wereld zijn zoals hem, dan zou de wereld er vandaag volledig anders uitzien in de positieve zin. Nu ga ik toch nog besluiten met een raadsel. En wie weet, kom ik misschien nog mijn tweede YouTube-film om dit raadsel dat ik nu ga laten zien, om daar een antwoord op te geven. Maar ik geef het aan de mensen mee. Als u de film bekijkt op ongeveer 29 minuten, laat de professor zien dat hij over een solenoid een lus legt. En hij zegt, de vorm van die lus, dat speelt geen rol. Dat klopt, die vorm van die lus speelt geen rol. De oppervlakte telt, heeft hij gezegd. En als men een magnetisch veld door die oppervlakte stuurt, waar men dat ook door dat oppervlakte stuurt, dat zal telkens dezelfde elektromotorische kracht opwekken in die loop. Nu, ik heb hier een loop gemaakt. Ik ga op een heel kort stuk dat ik blank heb gemaakt, op een stuk koperdraad, sluit ik mijn probe aan. Die heeft slecht contact blijkbaar. Dan gaan we die andere probe gebruiken. Dus zo op dit kort stuk draad gaan we meten. We zetten die heel gevoelig. Nu pikt die nog andere elementen uit de lucht op. Dat speelt even geen rol. Op deze spoel zet ik opnieuw een flinke puls. En we gaan kijken in het gesloten oppervlak van deze winding wat dat doet. Voilà, we zullen ze omdraaien, dan zien we de pulsen naar boven staan. We zien
dat er inderdaad een inductie ontstaat van deze spoel naar deze grote spoel. Maar er is iets zeer eigenaardig aan de hand. Als ik met die spoel naar het midden ga, ziet u de pulsen kleiner worden. Sorry voor het bewegend beeld. Ik zit op een zeer kleine gevoeligheid te meten. En triggering is moeilijk op het moment, maar daar gaat het niet over. Het gaat over de grootte van het signaal. Ik ga terug naar de wand en we zien die pulsen groter worden. Alhoewel dat ik met mijn magnetisch veld binnen dit gesloten oppervlakte blijf. Voilà. En dan, de professor zei, vorm doet er niet toe. Nu gaan we eens kijken, als we met die vorm die rondplooien. Voilà. Onze puls wordt vele malen groter. Alhoewel dat het open oppervlak van helemaal niet wijzigt. Raar iets. U kunt dat trouwens ook zien op die film. Rond 29 minuten bij professor Lewin. Hij doet dat tweemaal. En dat doet hij met zo'n voltmeter met een naald in het midden. En u zult zien in zijn eerste experiment dat de naald plus en min rond de 14, 16 millivolt gaat. Of microampère. Maakt niet uit. De tweede keer doet hij dat opnieuw. Maar u zult zien, zijn open winding ligt in de naald dichterbij zijn solenoid. En moet u eens goed kijken, dan ziet hij een plus en min van tegen de 20 microampère. Ja. Dat klopt niet met de wetten, hè. Misschien moet ik daar wel een nieuwe wet op maken. Weet ik veel. Misschien kom ik terug met een tweede YouTube-film. U kunt dit experiment zelf ook thuis doen. Heel simpel. Als u een verlengdraad hebt van 100 meter voor uw grasmachine te bedienen. Die verlengkabel kunt u tot met de vele windingen, daar kunt u een gesloten loop van maken. En daar zet u bijvoorbeeld een heel gevoelige amperemeter tussen. En dan, met een flinke magneet, haal er een uit uw luidspreker, gaat u door dat gesloten oppervlakte. En u zult zien dat wanneer u dichter bij de rand komt, dat de uitwijking groter is als wanneer u dat in het midden doet. Dat is een nieuw raadsel dat ik meegeef. Hopelijk tot ziens, beste.